Zo rond de jaarwisseling is het tijd voor een terugblik op wat er in 2023 spraakmakend of nou wel zo bijzonder was. Aan de regiotafel Suriname verdiepen we ons altijd in het nieuws en dit hield ons dit jaar bezig. Begin dit jaar was er veel aandacht voor de ondernemer Gerard van den Berg van de Doxen Club. De man die samen met zijn vrouw zijn huis en haard en bedrijf achterliet en zijn zakelijke aspiraties in Suriname liet varen. Momenteel is hij bezig met het schrijven van een boek over zaken doen in Suriname en alle gevolgen van dien. Suriname is gewoon een mooi land. Het is jammer dat er een aantal mensen zijn die hun eigen belang denken. Maar ik wil zeker geen rancune hebben naar Suriname. Het is gewoon een mooi land. Natuurlijk kan je er geld verdienen. Maar er moet nog wel wat dingen moeten er veranderd worden. Er moeten wel op wat dingen worden gelet. Ook investeerders, hè. Ze moeten weten als men gaat investeren. Je kan wel 100.000 euro overmaken naar Suriname. Maar je kan het officieel niet terugboeken. Natuurlijk zijn er wel weer trucjes, maar dan moet je eigenlijk fraude doen. Ja. Maar je kan wel geld brengen, maar je kan het niet terugstorten. Maar los daarvan, hè. We kijken niet naar onmogelijkheden. Ik denk dat we moeten kijken naar de mogelijkheden. Diaspora Nederland, we hadden Kathleen overigens vandaag uitgenodigd. Die was verhinderd. Diaspora Nederland is eigenlijk min of meer het bestuur is afgetreden. We zullen binnenkort wel ingaan op het feit waarom dat dan gebeurd is. Maar is dit ook zo'n signaal dat de communicatie tussen het overheidsapparaat van Suriname en de betrokken mensen en misschien wel het overheidsapparaat in Nederland, dat dat nog niet op elkaar is afgestemd? Is er nog steeds wantrouwen? Ja, er moeten kortere lijnen zijn. Hè? Als er morgen een probleem is, dan moet je gewoon makkelijk naar een ministerie kunnen gaan. Of er moet een afdeling tussen zitten die dat voor jou kan regelen. En nu is dat gewoon heel lastig om als investeerder met een probleem dat het opgelost wordt. Je wordt dan wel aan het lijntje gehouden. En dat is het probleem. Ja, in communicatieuitingen hoor ik heel veel negativiteit over LVV en ook over minister Seodien. Ligt hier een personenfalen aan de grondslag of heeft het ook te maken met de ambtenarij daaromheen? Ja, ik vind dat moeilijk om te zeggen. Het functioneert niet. Er zijn veel problemen. Wij zijn stil komen te liggen door het besluit van LVV. En laten we eerlijk zijn, wij waren in Nederland en er komt een brief van LVV dat de import van broedeieren weer zijn geaccepteerd. Ja, dan zou ik bijna denken, ga terug en bak het op. Ja, en dan? Over 2 weken dan koop ik weer eieren en dan leg ik weer stil. Ja, dus feitelijk zeg je gewoon, de basis van vertrouwen in het hele functioneren is bij mij zo laag dat ik het risico niet meer durf te nemen. Nou, dat is een groot probleem. Ik bedoel, bij ons probleem was ook de IDB-bank. Die zegt, ik wil een voorspelbare transparantie zien in het bestellen van eieren. En dat moet LVV afgeven. En dat willen ze niet doen. Dus je kan niet afhankelijk zijn van de grillen van één persoon. En dat is wel zo. Ook was er aandacht voor Fred Ormskerk, die 43 jaar terug werd omgebracht. Onderzoeksjournalist Rudy Kagi en de zoon van Ormskerk schoven aan om het verhaal dat is beschreven in het boek Bikkels nogmaals onder de aandacht te brengen. Was je vader in staat, in jouw optiek, om een staatsgreep te plegen? Want ja, ik zou het niet kunnen zeggen. Het enige wat ik weet is dat mijn vader, toen er een staatsgreep was in Suriname met die militairen, dat hij trots was, want het waren zijn jongens. Ja. Het waren de commando's. Maar dat hij wel altijd zei van, militairen horen niet in de politiek thuis, ze horen in de kazerne thuis. Ja. En wat altijd in mijn hoofd is dat hij zei, want ik ben de enige die de jongens weer de kazerne in kan krijgen. En daar doelde hij niet op een tegenkoep of een koep, maar gewoon dat ze naar hem zouden luisteren. Omdat hij ze allemaal heeft opgeleid. Rudy, waar jij je dan druk over maakt, hè? Je bent daar behoorlijk mee bezig. Hè? Al 43 jaar is het feit dat je vindt dat er veel meer speelde en dat de regering daarin een grote rol speelt. Nou ja, ik vind dus om te beginnen heel erg dat ze altijd hebben gezegd, nee, we gaan ons er niet mee bezighouden, Nederlands, terwijl het een Nederlands onderdaan is. Ja. En dan is de vraag, waarom?
Waarom zegt Nederland van nou jongens, we gaan ons niet helemaal niet in deze zaak mengen. Ook niet vragen van wie hebben dat op hun geweten. Worden de daders berecht? Nederland heeft zich totaal afzijdig gehouden. En waarom was dat? Ik ben dat tegengekomen. Ik heb via de wet openbaarheid van bestuur stukken opgevraagd. Ik heb de notulen geraadpleegd van de ministerraad. En het was zo in die dagen, je moet dat ook een beetje zien in het licht van de tijd, maar dat Amerika er erg bij Nederland op aandrong om dus de militairen niet te bekritiseren en niet te hard aan te pakken vanwege de internationale verhoudingen. Dat was dus in die tijd Nicaragua, zij speelde, Grenada, er was een coup geweest. Cuba, ze dachten dus als wij als Nederland heel erg maar gaan zitten pushen van jongens, mensenrechten, dat kan niet wat jullie doen, dan drijven we die jongens in de armen van Cuba. Zo simpel was het. Ja. Maar dat was dus op aandrang van Amerika. Dus mijn stelling was destijds, of eigenlijk dat nu, dat het Surinamebeleid van Nederland in die tijd voor een deel niet in Den Haag werd gemaakt, maar in Washington. Een Diaspora Instituut Nederland kreeg volop aandacht. Maar wat is er terechtgekomen van alle goed bedoelde initiatieven? Ik ging in gesprek met John Brewster. Hoe kunnen we nou voor elkaar met elkaar zorgen dat daar een stukje continuïteit ontstaat, waarin we daadwerkelijk ook zien dat er resultaten zijn die Suriname verder helpen? Dat is exact waarmee we nu bezig zijn. Mooi. Die vraag ligt dus op tafel. Als u naar mij persoonlijk vraagt, dan ga ik een persoonlijk antwoord geven. En dat is juist niet de bedoeling. Nee? De bedoeling is dat ik met zoveel mogelijk mensen praat, ook u. Mm. Om uw ideeën op te halen, om even te kijken van welke ideeën liggen er. Ik kan een paar voor u opnoemen. En ik heb berichten binnengehaald van nou, laten we beginnen met een naamsverandering. Raad van Toezicht, Raad van Advies, weg. Andere naam, een heel andere constructie. Laten we beginnen met een andere manier van werken. Laten we beginnen met private public partnership. Ja, dus in feite zegt u dan eigenlijk aan de hand van de ervaring die we nu gedaan hebben, moeten we het uiteindelijk opnieuw gaan opzetten en aankleden. Nee, dat heeft u mij niet horen zeggen. Ik zeg dat we moeten bezinnen. Ja. En goed luisteren naar de mensen die betere ideeën hebben om verder te kunnen gaan. Ja. John, ik denk dat we met heel veel mensen in Nederland Suriname een warm hart toedragen. Absoluut. Is het niet zo dat je veel beter kan kijken naar welke activiteiten je vanuit Nederland kan doen en opzetten in de vorm van business units, zodat het daadwerkelijk ook meetbaar is? Dan dat we nu praten met mensen die allemaal vrijblijvend, ja, onbezoldigd, hun spaarzame tijd inzetten om iets te bereiken wat eigenlijk een utopie is. Dit is een van de voorstellen die op tafel liggen. Laten we gaan naar private partnership. Laten we de overheid, de afhankelijkheid met de overheid minimaliseren. De overheid die komt altijd, we hebben altijd de overheid nodig, want we moeten een vergunning aanvragen of iets dergelijks. Maar een van de shiftings die plaats kunnen vinden is van laten we gewoon met private partnership werken en ook hier in Nederland. Dus dat klopt wat u zegt. En dan was er ook nog de media hype rond Aswini Edenburg. Ze werd het land uitgezet of was gevlucht. En over de bestuurlijke wanorde en de inheemse bevolking gingen we praten. Tot rust gekomen in Nederland, wilde Aswini bij mij aan de regiotafel haar verhaal doen. Wat er eigenlijk moet veranderen, vooral ik bedoel qua de Surinaamse situatie. Ik zal het zo vertellen. Wat ik merk en wat er veranderd moet worden. Ik heb heel veel respect en bewondering voor de mensen in het binnenland. De harmonie die ze hebben met de natuur, de manier hoe zij leven met de natuur. Wat er moet veranderen. Ik denk de mensen moeten, of dus over de hele wereld, dat ze juist deze mensen moeten gaan respecteren. En omarmen, koesteren voor de kennis en de kunde die ze hebben, hoe zij in harmonie leven met de natuur. Mm-hmm. En wij merken dat de Surinaamse overheid daarin behoorlijk tekort ziet. Daardoor denk ik dat er toch een open dialoog moet komen. Dus met vertegenwoordigers vanuit, weet je, bepaald zelf door de inheemse tribalen aangedragen. En met de Surinaamse overheid en natuurlijk met stakeholder. En dat er duidelijk erkend moet worden dat er fouten zijn gemaakt. Zodat wij over kunnen gaan tot het stukje herstel. En dat er ook letterlijk de ruimte wordt gegeven aan inheemse tribalen. Dus dat zij het leidende draad zijn en dat zij hun
input kunnen werven op basis van die FPIC-proces. Ja, maar... Ik denk dat dat echt sowieso moet veranderen. Dan, is het, dan zijn we echt een behoorlijke stap verder. Dat klopt, maar we zitten, als je de positie van de inheemse bekijkt, dan zitten ze eigenlijk in een verdringingsmarkt. Dat, wat ook in Peking Saron dan gebeurd is, klopt, heeft duidelijk te maken met mensen die zich in hun bestaansrecht bedreigd voelen. Een bedreigd worden. Ja, en dan is het wel heel zuur dat je dan zelf, als je het opneemt voor een bevolkingsgroep, dat, dat dan jezelf als terrorist wordt neergezet. Ik heb nog steeds het gevoel niet dat ik hier met een gevaarlijke terrorist zit. Ik ben helemaal geen terrorist. Nee. Iemand die opkomt voor zijn rechten, ja, op basis van internationale jurisdicties die zij erkennen, ben ik dan een terrorist? Ja. Wat mij betreft niet. Nee, maar ik ben voor niemand terrorist. Ik denk omdat misschien komt het door het, feit dat mijn, zeg maar mijn onderzoek en zeg maar de awareness wat ik de mensen geef, dat dat misschien voor de Surinaamse overheid dan een bedreiging is, maar niet voor de rechten van ons en niet voor mijn persoon, want ik ben absoluut geen terrorist. En tot zover een korte terugblik. Ook het nieuwe jaar verdiepen we ons aan de diverse regiotafels over het regionieuws en de activiteiten. Dank voor uw betrokkenheid en de allerbeste wensen voor 2024. Met heel veel persoonlijk geluk en gezondheid. Dank voor uw aandacht en graag tot de volgende keer weer.